Vraag het eender welke productiviteitsguru online en u zal hetzelfde antwoord krijgen. Shortcuts zijn dé manier om op een gemakkelijke manier tijd te gaan besparen. Elke seconde waarbij je computermuis moet aanraken om een actie uit te voeren, is een seconde te veel. Je kan ontzettend veel tijd winnen doorheen de dag door eigenlijk de acties die je normaal gezien met jouw computermuis zou uitvoeren, te vervangen door een actie die je met je toetsenbord kan doen. En hier komen shortcuts dan zo handig bij kijken. Dat is ook de filosofie van de makers van Notion. Net daarom hebben ze eigenlijk ervoor gezorgd dat er inherent aan de tool een aantal shortcuts zijn waarmee je kan gaan werken. Het leek mij leuk om daarom vandaag mijn 9 favoriete Notion shortcuts die ik elke dag gebruik met jou te delen. Klaar voor Notion Ellen? Let's go! De allereerste Notion shortcut die ik graag gebruik is ineens een dual tip. En dat is een manier om eigenlijk jouw tekst op een gemakkelijke manier te gaan formatten. Ik ga ervan uitgaan dat je de hack misschien wel kent, of de shortcut misschien wel kent, om jouw tekst bold of italic te gaan zetten in eender welke teksteditor online. Om dat te doen, zou ik eigenlijk hier mijn tekst moeten selecteren. En dan kan ik ofwel met mijn muis naar hier bold of italic gaan, maar zoals we eerder al besproken hebben, is dat niet altijd de meest efficiënte manier om dingen te gaan doen. Dus zou ik hier op command B en command I kunnen tikken om het respectievelijk bold of italic te gaan maken. Voordeel is in Notion, als je hierover hovert, dan gaat jou dat ook de shortcut ineens meegeven. Maar dit kan nog gemakkelijker. In plaats van op deze manier mijn muis te moeten aanraken om de tekst te selecteren, kan ik eigenlijk heel simpel door met sterretjes te werken aangeven wat ik wil dat er met tekst gebeurt. Zo kan ik bijvoorbeeld op deze manier iets in het bold zetten, door dus sterretjes in te tikken, en door één sterretje in te tikken iets italic gaan zetten. Ook weer hier, zoek zeker even op de Notion website, ik ga die hieronder linken, welke opties dat hierin allemaal mogelijk zijn, maar dat is dus weer een hele vlotte en snelle manier om niet uw muis te hoeven aanraken. Vervolgens hebben we eigenlijk een manier om in Notion blokken te gaan toevoegen. Een van de zaken die ik sowieso het meeste gebruik, is eigenlijk gewoon puur een backslash intikken en dan intikken waar ik precies naar op zoek ben, in plaats van met mijn muis hier door deze lijst te gaan scrollen. Daarvoor is het natuurlijk wel belangrijk dat je een beetje weet welke type blokken dat je nodig hebt of wat dat er precies allemaal mogelijk is in Notion. Maar dat is dan een heel snelle manier om hiermee aan de slag te gaan. Nu, stel ik een titel zou willen intikken hier op mijn pagina, dan is er nog een snellere manier om dat te gaan doen dan op deze manier backslash heading te gaan ingeven. En die manier is door met hashtags te gaan werken. Door een hashtag in te geven in Notion kan je eigenlijk een hashtag en dan een spatie een titel plaatsen. En het aantal hashtags dat je ingeeft is respectievelijk de grootte van de titel die je zal krijgen. Dus één hashtag geeft jou een heading 1, twee hashtags geven jou heading 2 en drie hashtags geven jou heading 3. Vind ik een fantastische manier om op een heel snelle manier mijn headings in Notion te gaan plaatsen, mijn titels. Op dezelfde manier kan je eigenlijk andere blokken gaan toevoegen, maar er is nog één andere hack die ik graag met jou deel en dat is de tip om een divider te gaan toevoegen. Dus als ik een lijntje over mijn volledige Notion-pagina wil, zou ik opnieuw kunnen hashtag of backspace divider intikken. Of ik kan gewoon kort na elkaar drie platte streepjes, geen volledig platte, maar gewone streepjes, intikken en het geeft mij ook meteen de divider die ik wil gaan zien. Een hashtag die ik ook ontzettend veel gebruik in Notion is deze om een blok te gaan dupliceren. Jammer genoeg moet ik hiervoor in eerste instantie wel even mijn muis aanraken, tenzij ik natuurlijk in een bepaald blok aan het werken ben. Dan kan ik heel snel command D gaan intikken om een blok te gaan dupliceren. Dus laten we zeggen dat ik hier nu in het bold italic blok aan het werken ben en ik wil deze dupliceren. Dan tik ik command D of control D op een Windows computer in om exact dezelfde blok te gaan recreëren. Dus een hele gemakkelijke manier om zaken te gaan dupliceren in Notion. Vroeger was ik het type persoon dat ook altijd er vrij lang over deed om mijn Notion esthetisch aantrekkelijk te maken. Als je al een paar video's op dit kanaal gezien hebt, dan zal je zien dat de esthetica van Notion voor mij een van de meest cruciale factoren is in het aantrekkelijk zijn van de tool. Nu betekent dat vroeger dat ik bijvoorbeeld hier, als ik dit in een andere kleur had willen zetten, dat ik naar de 6 puntjes zou gegaan zijn en naar color, om eigenlijk deze blok een andere achtergrondkleur bijvoorbeeld te geven. But no more, want ik heb recent ontdekt dat je dus door opnieuw een slash te tikken hier en het kleur in te tikken dat je wilt of dat je naar op zoek bent, dat je eigenlijk je volledige blok kan converteren naar een andere kleur. Dus zo, op deze manier kan ik het brown maken, de tekst brown maken en als ik weer backslash brown intik en ik ga naar brown background, kan ik mijn volledige blok een andere background geven.
Wat betekent dat? Dat betekent dat ik het niet alleen op deze manier kan doen. Dus dat ik ook heel snel kleuren van mijn blok kan gaan aanpassen. Maar nog beter, voor mij kan ik dus ook een bruine titel creëren zonder dat ik überhaupt mijn muis moet aanraken met de twee shortcuts die we nu geleerd hebben. Dus ik ga bijvoorbeeld hier brown intikken en ik ga 3 sterretjes en ik heb een bruine titel. Hoe leuk is dat? Dit is een hack dat ik ontzettend veel gebruikte bij het creëren van mijn Notion Ninja cursus. De cursus waarin ik wil leren van A tot Z met Notion werken. Omdat ik gewoon zoveel titeltjes nodig had voor alle verschillende onderdelen. Dat ik een shortcut master of pro aan het proberen te worden ben. Maar er zijn nog ontzettend veel shortcuts in Notion mogelijk. Dus we zijn er nog niet. Wat je nog kan doen is, stel dat je zegt van eigenlijk de laatste opmaak die ik nu gebruikt heb voor mijn blok. Ik zou die eigenlijk willen kopiëren zonder dat ik hier opnieuw dezelfde stappen moet gaan uitvoeren. Dan kan je heel simpel, voordat je begint met werken aan je blok, Command Shift Hash intikken of Control Hash vermoed ik op een Windows computer om eigenlijk exact diezelfde opmaak te kopiëren. Bruine tekst nodig. Zo. En dan zie je, hij neemt eigenlijk niet het type blok mee, maar hij neemt wel de volledige layout over. Dus ik krijg eigenlijk automatisch hier weer een bruine tekst op mijn blok te staan. En dan deel ik heel graag nog 3 shortcuts met de command-knop, die nog net dat beetje verder gaan, waarmee je ook weer op een gemakkelijke manier nieuwe blokken kan creëren of zaken kan gaan aanpassen in jouw Notion-pagina. De allereerste is een vrij simpele, maar wel een life-changer, en dat is de command-in-knop. Waarmee je eigenlijk heel snel een nieuwe pagina in Notion kan gaan aanmaken. Waar ik vroeger altijd backslash page deed, kan ik nu dus eigenlijk heel snel command in intikken om een nieuwe pagina te gaan creëren. De voorlaatste is command P. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik, als ik iets wil zoeken in mijn Notion Workspace, dat ik mijn sidebar gewoon netjes gesloten kan laten, dat ik hier niet naartoe moet gaan om naar Quick Find te gaan en vervolgens iets te gaan intikken. Ik kan dus gewoon command P doen en dan kom ik eigenlijk automatisch op mijn zoekfunctie terecht. En als allerlaatste geef ik jou graag een shortcut mee die je heel gemakkelijk toelaat om comments te gaan toevoegen op een blok of op een stuk tekst. Ik werk persoonlijk in Notion vrij regelmatig samen met mensen uit mijn team, met copywriters, gewoon mensen waarmee ik moet samenwerken aan een stuk tekst. En dan vind ik het vaak vrij omslachtig om eigenlijk alles te gaan selecteren, naar comment te gaan of naar hier naartoe te gaan. Dus je ziet al hier staan. Heel handig in Notion is dat ik gewoon heel snel command shift M kan intikken om een comment toe te voegen aan een blok of aan het stuk tekst waarop ik aan het werken ben. Dus vind ik persoonlijk ook weer een hele fijne en handige shortcut. Dat waren ze, mijn favoriete Notion shortcuts. Ik probeer mezelf nog elke dag te trainen om nieuwe Notion shortcuts bij te leren, want de lijst is vrij lang en uitgebreid en het lukt me niet altijd om eraan te denken om een shortcut te gebruiken, maar ik besef wel het ontzettende potentieel ervan en de tijd die me dit bespaart. Als je een Notion shortcut gebruikt, laat het dan eventjes weten in de comments wat jouw favoriete shortcut is. Zo kunnen we ook van elkaar leren. En als je deze content fijn vond, vergeet je dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Ik zorg regelmatig voor updates en nieuwe video's omtrent Notion en productiviteit. Heel veel plezier ermee en tot in een volgende video. Doei!